Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair, and her dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Copa Cabana. The hottest spot north of Havana. Here at the Copa. Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished... Het is de 24e editie van de Beachvolleybal Almelo. Het is met 57 teams dit jaar, waarbij een aantal teams er echt recreanten zijn. Maar er zijn ook deelnemers die echt in de topklasse en de eredivisie van Nederland meespelen. Dus van alle niveaus en alle pluimages zijn er deelnemers. En we zijn dit jaar met 57 teams. En dat zijn ongeveer 150 deelnemers. Dus een fantastisch inschrijvingsaantal. Hoeveel vrijwilligers werken nou aan mee aan dit evenement? In totaal zijn we met een bestuur van 4 man. En nog een aantal vrijwilligers. En de vrijwilligers moet je ongeveer rekening houden met een 20-tal. Die alles opbouwen. En die vanmorgen al om 6 uur bezig zijn gegaan. Om alles neer te zetten. En gisteravond zijn we ook met een groep van 10 vrijwilligers al bezig geweest met opbouwen en het storten van het zand. Oké, en hoeveel kuub zand gaat er zo in om? Nou, dat zal je verbazen. Het gaat ruim 350 kuub zand op. En gisteren hebben we toch nog 2 vrachtwagens extra laten komen. Dus nu ligt er ruim 380 kuub zand. Oké. Dat is echt heel veel. En volgend jaar de 21ste editie? Ja, volgend jaar de 21ste editie. We weten nog niet precies waar, want het Marktplein gaat volledig op de schop. Dat wordt helemaal nieuw gemeente Almelo. Dus het wordt fantastisch mooi, maar wel heel erg jammer voor de beach. Want we zitten hier al 20 jaar en het is gewoon een fantastische locatie. Dus we zijn heel erg druk aan het kijken waar we volgend jaar de nieuwe editie gaan doen. Heb je nog een alternatief iets in gedachten? Ja, alternatief iets is heel erg lastig, want je hebt best wel wat ruimte nodig. Want het veld is 9 bij 9, 2 keer, dus aan beide kanten. Dus je hebt ruim 20 meter lengte nodig en ruim 10 meter breedte voor 1 veld. We hebben 8 velden dit jaar, dus je hebt echt een grote locatie nodig. En er is in Almelo eigenlijk geen goede locatie te vinden waar we zoveel velden kwijt kunnen. Dus misschien, dan praat ik misschien voor mijn beurt, dat we wel een grastoernooi ervan maken of we toch weer een mooie locatie kunnen vinden voor een beachtoernooi. Het is jammer voor de binnenstad, maar het is even denk ik niet anders. Voor de binnenstad is het doodzonde en voor ons, wij die het allemaal organiseren ook, want dit is natuurlijk fantastisch. En met dit mooie weer, het is Copacabana in Almelo, fantastisch. Oké, dankjewel Jurgen. Oké, graag gedaan.